Hey kijkers op mijn kanaal, goedemorgen iedereen. Ik ben nu op weg naar de voetbal toe. Van het team dat ik train, D2. En die speelt straks een wedstrijd. Uit bij Hattenheim. En daar ga ik naartoe. We hebben op dit moment nog niet heel veel punten gepakt. 1 punt uit 4 wedstrijden, dus een matige start. Dus we moeten snel punten op dit moment gaan pakken. Dus het gaat nu wel aandringen. Nou, misschien ga ik daar ook nog filmen. Moet ik even kijken. Maar wij moeten nu echt wel punten gaan pakken met D2. Als we hoger willen gaan komen. Dus het is een zeer, zeer belangrijke wedstrijd. Vandaag zijn we ook trouwens fijn met B1. Dus daar spelen wij geen wedstrijd van. Dus daar krijgen jullie vandaag geen nabeschouwing van. Kijken. Oh ja. Volgende week willen we met B1 weer een belangrijke thuiswedstrijd. Nu tegen Wietum Honhorst. De laatste twee, sinds winststop, hebben wij 4 punten gepakt uit 3 wedstrijden. En maar liefst 7 goals gescoord en 6 tegen, dacht ik. Ja. Want het scoren ging de eerste instap bij ons nog moeilijk. Maar dat gaat nu alweer beter. En vanavond speelt PEC ook tegen Excelsior. Nou, benieuwd wat dat gaat worden. Ik hoop dat PEC natuurlijk gaat winnen. Ik zeg 2-0. En dan ga ik jullie laten vandaag. Ga ik jullie daar weer laten zien. Benieuwd als mijn voorspelling gaat uitkomen. Doe allemaal een blauw duimpje omhoog als jullie voor PEC zullen zijn. En wens me vandaag heel veel succes met de voetbal. Dus zie ik jullie straks weer. Ciao, ciao. Jongens, welkom weer bij een nieuwe video. Ik ben nu net naar huis aan het lopen van de wedstrijd van PEC tegen Excelsior. Uitslag 1-1. Maar het was niet de beste wedstrijd die Solon speelde. Het was heel slordig. Ik kom in één keer op een mooi verdiende 1-0, denk ik. Dan heb je later komt Excelsior met de counter terug op 1-1. Volgens mij scoorde Luigi Bruins. Ik dacht dat die bal houdbaar is, maar dat bleek anders te zijn, denk ik. Het onderhoud hield hem niet. Dat was alweer de 51ste tegengoal voor PEC dit seizoen. Dat is best wel jammer eigenlijk. Ja, en vandaag met D2. We hebben 3-1 verloren. En ja, dat was 3-1 nederlaag. Een zeer slechte eerste helft met van alles en nog wat verkeerd ging. En een goede eerste helft. En ik bedoel, goede tweede helft. Waar het ook gewoon veel meer ging. Het liep meer. Dus. Maar Zwolle die pakt wel weer een punt. En dan mogen ze. En dan mogen ze donderdag tegen Rode SC spelen. In een uitwedstrijd naar Verre Kerkrade. En dan spelen ze volgende week zondag. Spelen ze volgende week zondag weer een thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Waar ik ook weer bij ben. Ik denk dat Zwolle dan punten gaat pakken. Weer een Feyenoord. Want Feyenoord heeft de laatste jaren hier het gewoon enorm moeilijk. Dus ik denk dat er heel veel valt te halen. Maar ook tegen Roda kan je een punt pakken. Maar je kan verliezen en je kan winnen. Want Roda is een stug ploeg. Dus je weet het eigenlijk nooit met Roda. Ja, je weet het wel. Maar het is gewoon heel stug. Maar jongens, doe al een blauw duimpje omhoog als jullie voor PEC Zwolle zijn. Doe ook een blauw duimpje omhoog voor waarschijnlijk aankomend trainer John van het Schip. Doe ook voor hem een blauw duimpje omhoog. En we wensen hem heel veel succes hier bij PEC Zwolle als het rond is. Maar doe ook natuurlijk een blauw duimpje op deze video. En laat een leuke reactie achter. Ciao, ciao.